Rio 1 voor een voertuig brand. Erika weg. Buisterheide voor de eenheden 6712. Het wordt steeds moeilijker om vrijwillige brandweermensen te vinden. Het aantal uren dat aan vrijwilligerswerk wordt besteed is al gedaald van 5 naar 4 uur per week. En daarbij komt ook nog eens dat steeds meer bedrijven het niet zien zitten als werknemers onder werktijd moeten uitrukken. Altijd weer spannend zo'n uitruk. Zeker weten, hè. Wat maakt het nou zo spannend? Nou, je moet altijd maar afwachten wat je tegenkomt. Of de informatie correct is die je krijgt, hè, via de alarmcentrale. Ook bij de brandweer in Zeist merken ze dat het vinden van vrijwilligers steeds lastiger wordt. Vrijwilligerswerk komt onder druk te staan omdat er zoveel andere activiteiten zijn. Zeg maar, het vermaak in Nederland is natuurlijk hand over hand toegenomen. En dat zie je ook terug in vrijwilligerswerk, dus ook terug bij de brandweer. Door een tekort aan vrijwilligers moest een post in het buurtschap Austerlitzer sluiten. Om toch nog op tijd bij een brand te komen, zijn ze 4 jaar geleden in Zeist begonnen met het inroosteren van de vrijwilligers op de kazerne. Eens in de 10 dagen kunnen de vrijwilligers tegen betaling een nacht paraat staan op de kazerne. Dit is een van de slaapkamers waar wij dan sinds 1 januari 2004 verblijven. Tenminste, we overnachten hier dan. Hè. Dan hoeven wij niet meer van thuis te komen, zodat de opkomsttijd voor ons gewoon wat sneller is. En dat we hier vandaan direct naar het brandweervoertuig kunnen gaan en in kunnen stappen en naar het desbetreffende incident kunnen rijden. Maar dan is het eigenlijk meer werk geworden dan een hobby eigenlijk. Ja, het is een als hobby ooit begonnen natuurlijk. Maar het is gewoon een werk, het is een vak erbij. Hè? Een vak naast je hoofdwerkgever. Er zitten mensen bij die waarbij de drijfveer vooral ook de inkomsten zijn. Maar het overgrote deel van de medewerkers is duidelijk dat ze gemotiveerd zijn om bij die brandweer dingen te doen voor de samenleving. Een van de vrijwilligers in Zeist is André Brinkhuis. Overdag werkt hij gewoon. Van zijn werkgever mag hij uitrukken onder werktijd, maar dan alleen als het werk het toelaat. Wat vinden je collega's er nou van dat je af en toe zomaar wordt weggeroepen? Op het moment dat het echt noodzakelijk is, vinden ze het helemaal niet erg. Op het moment dat het voor een loze melding is, waar eigenlijk geen eer meer te behalen is, vinden ze dat vrij vervelend. Wat ik me al goed kan begrijpen. Op zich is dat bewustzijn bij veel ondernemers wel degelijk aanwezig van, ja, dat is belangrijk, een maatschappelijke taak, dat bewustzijn is er. Maar als ze dan tegelijkertijd achteraf horen, ja, het was een loze melding, of we hebben een oliespoortje opgeruimd, dan gaan die werkgevers ook achter de oren krabben. Want de economie is wel veel harder geworden. Vroeger werd een brandweerman werd gezien als een bijna als een held. En tegenwoordig wordt het gezien als bijna een lastpak. Ja, dat maakt het lastig om met name bij werkgevers mensen vrij te krijgen. Met reclamecampagnes gaan de korpsen onder meer proberen om huisvrouwen te werven die overdag beschikbaar zijn. Daarnaast gaat de vakvereniging voor brandweervrijwilligers met de werkgevers om de tafel om een oplossing te vinden voor de uitrukken onder werktijd.